Dat is ook een serieuze vraag, die had ik ook wel verwacht. Ik kan ook begrijpen dat jij hem stelt en mensen antwoord op willen. Ik heb wel is het idee dat de 400-500 mensen die hier staan, iedere dag mijn baas zijn met goede bedoelingen, goede wensen, goede voorstellen, soms ook eisen. Daar is de afgelopen week en zeker de afgelopen 2 dagen ook veel over gezegd en geschreven. Vind je dat leuk? Nee, vind ik niet leuk. Dat raakt me ook wel. Niet alleen als mens, maar zeker ook als Feyenoorder. Ik denk veel Feyenoorders hier dat dat ook raakt. Ik ga ervan uit dat alles wat gezegd en geschreven wordt, en zeker de mensen die bij me naderen, dat ook met de beste intenties voor Feyenoord doen. We zijn tenslotte allemaal Feyenoorder. En er zijn vele wegen die naar succes leiden. Nou hoop ik echt oprecht dat wij met elkaar straks één weg kiezen. Eén van die vele wegen. Maar wel met z'n allen die ene weg pakken. En dan met een bus, of een kleine bus, of een grote auto, in die bus gaan zitten en in die auto en met elkaar die weg naar succes gaan volgen. Met een goede chauffeur, hopelijk een paar goede co-pilots, een paar goede bijrijders en een goed gevulde bus. En dan moet ook nog iedereen op de juiste plaats blijven zitten het komend jaar of de komende 2 jaar, dat zou ook heel prettig zijn. En dat we dan uitkomen bij dat succes.